Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Het was deze maandag schitterend weer, hoge temperaturen, 25 graden op de Waddeneilanden, bijna 30 graden in het binnenland. Hoek voor Holland, daar staat 30 graden, maar dat was 29,7 graden. We hebben dus nog niet de officiële tropische grens bereikt. Maar dat zou het komende uur misschien nog best kunnen gebeuren. Dus we schurken er tegenaan. Vandaag stralend zonnig, geen wolkje aan de lucht bijna. Wat hoge sluiwolken, maar geen buien. Dat is anders voor het noorden van Frankrijk. Ik zet hem even stil bij vanmiddag 5 uur. Dan zie je talrijke buien boven het noorden van Frankrijk zitten. En die buien die komen langzaam onze kant op. Niet in de nachtelijkuren, ook niet morgenochtend. De temperaturen gaan weer flink oplopen, zelfs tot 28, 29, misschien zelfs 30 graden aan toe. Maar daarna. Dan gaat het gebeuren. Vanuit het zuidoosten breiden die buien zich dan over ons land uit. En het kunnen zware buien zijn. Hoosbuien met tientallen millimeters, onweer, hagel. En let dus vooral op als je morgen buitenactiviteiten hebt. Morgenavond, bijvoorbeeld tijdens een avondvierdaagse. Het kan een echt flink tekeer gaan en daar wil je niet je kinderen in laten lopen. Dus even de regenraden checken voordat de kinderen op pad gaan. Die buien die trekken uiteraard wel geleidelijk weg. Woensdag overdag is het dan best aardig weer, met opnieuw gewoon hele hoge temperaturen. De zomer zit stevig in het zadel. Nog even kort de dagen doornemen. Vannacht. Heel misschien lokaal een buitje, maar ik denk dat het op de meeste plaatsen droog is. Zo rond de 17 graden. En morgen overdag, nou daar heb ik het al uitvoerig over gehad. Hele warme dag. En in de loop van de dag, dus die buien vanuit het zuiden en zuidoosten breiden ze zich uit. Alleen in het uiterste noordwesten valt het denk ik allemaal wel mee. Hoge temperaturen morgen, hoge temperaturen ook op woensdag, ook dan dicht bij de 25 graden. Er kunnen wel weer wat buien vallen, maar die zijn niet zo zwaar en zo talrijk als op de dinsdag. Dus woensdag slechts een enkele bui. En dat geldt ook voor de donderdag, ook dan een flinke zonnige periode en in de loop van de dag weer een enkele bui. En die temperaturen die blijven gewoon zeer aangenaam. De zomer verlaat ons er voorlopig nog niet en daardoor is mei de warmste in 300 jaar. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl